Ik kreeg ineens alles achter elkaar. Het ging altijd jaren goed. Totdat ik die hersensinfarct kreeg en vervolgens kwamen ze erachter dat ik suiker had. Dus ik heb meer dan een jaar met mijn benen alleen maar gezeten hier op de bank met mijn benen omhoog. En daardoor, ook financieel, kwam ik daar in een heel groot gat op een gegeven moment terecht. Dus ik kreeg het hele pakket in 4 jaar tijd. Ik word geholpen door de voedselbank. De gang naar de voedselbank was heel pijnlijk. Maar als ik een zak over mijn hoofd had kunnen trekken, had ik dat gedaan. En naarmate dat je meerdere keren gaat, zie je dan mensen uit de straat, mensen uit de buurt. En merk je dat die drempel helemaal niet zo hoog hoeft te zijn.